President Chandrika Prasad Santokhi erkende de economische dip waarin we als land zaten vooral loontrekkers heeft getroffen. In een boodschap in verband met de Dag van de Arbeid zegt het staatshoofd dat de economische situatie gepaard ging met een dalende koopkracht, terwijl hun loon nauwelijks een voorwaartse beweging maakte. De president is de loontrekkers dankbaar dat zij zich desondanks standvastig hebben ingezet voor hun werk, gezin en het land. Hiermee hebben de loontrekkers bijgedragen aan de veerkracht van de Surinaamse economie. U heeft ondanks alles er niet voor gekozen om uw land te verlaten. Uw toewijding verdient onze diepste waardering. Loi Bradang Asisa, het zijn onder andere de wrokkomangs in de fabrieken, het winkelpersoneel, de leerkrachten en de zorgverleners die dag in dag uit het fundament van onze samenleving vormen. U vormt de ruggengraat van de samenleving. Uw bijdrage is essentieel aan de economische stabiliteit, herstel, groei en ontwikkeling. En ik wens te benadrukken dat het uw inspanningen zijn die onze economie draaiende houden. En ons land door die uitdaging heen enorm hebben geholpen. Het staatshoofd erkent dat Suriname voor ernstige economische uitdagingen heeft gestaan. De stappen die het land vooruit maakt getuigen volgens hem van eerlijkheid om de loontrekkers en hun vakorganisaties te bedanken voor hun voortdurende inzet. De president spreekt een bijzonder woord van dank uit aan de vastberadenheid van loontrekkers om het land uit de economische problemen te helpen. Wij van de regering zijn ervan bewust dat loontrekkers een hoge sociale prijs hebben betaald. Dit als gevolg van de hervormingsmaatregelen voor stabilisatie en herstel van onze economie. Tegen deze achtergrond spreek ik wederom namens de regering en de gehele Surinaamse bevolking oprecht mijn waardering uit naar jullie allen, met name onze rokkomangs en rokkomas. In deze om het doorzettingsvermogen dat onze rokkomangs en rokkomangs hebben getoond. Wij zijn nu bezig de laatste loodjes van het herstelprogramma te voltooien. Dit komt neer op de afbouw van subsidie op elektra, die gepaard gaat met een verhoging van de energietarieven voor bedrijven en huishoudens. Dit heeft gevoelens van boosheid, frustratie of teleurstelling opgewekt. De president erkent dat de nieuwe energierekeningen hoog zijn. De regering ondersteunt echter huishoudelijk verbruik tot 900 kilowattuur per maand met maximaal 400 SRD. Terwijl kleine en middelgrote ondernemers steun krijgen via het ministerie van Economische Zaken. Het staatshoofd benadrukt dat de onvrede over tariefaanpassingen vanuit de vakbeweging serieus wordt genomen. De regering zal daarom in overleg blijven met de vakbeweging en het bedrijfsleven.